Ja, voor mij natuurlijk ook heel bijzonder. Geen Herenstraat helemaal, maar in dit geval Forum helemaal. Dat doe ik met Dirk Nijdam, de directeur. Na 7 jaar is het eindelijk zover. De opening van dit gebouw. Hey Dirk. Piet, leuk dat je er bent. Ja, mooi. Ik vind het zelf ook... Ja, dit is natuurlijk geweldig, dit uitzicht. Want jij zei ook, en dat, ik begrijp nu ook waarom, we beginnen op de 8e verdieping. Nou ja, kijk, ik begin ook wel eens op het dak. Jij zei zelf, ik ben niet zo'n fan van het dak. Ja, nee. Vind je koud waarschijnlijk. Ik zag trouwens net een paar glazenwassers. Ja, huh? Ja, die hebben het pas echt zwaar, zeg maar. Ja. Nou, kijk, wat ik gewoon mooi vind aan het Forum. Hè, mensen hebben het altijd gezien als een gebouw wat er komt. En je weet, er zijn 1000 meningen over het Forum. Maar als je het alleen maar als een gebouw ziet, dan doe je het eigenlijk tekort. Hè, want het is eigenlijk... Het gebouw is niet alleen een buitenkant, het heeft ook een binnenkant. En hier zie je eigenlijk wat het gebouw doet als je naar de stad kijkt vanuit het gebouw. En ja, iedereen die iets met de stad heeft, wordt toch een beetje week op deze plek. Ook, denk jij ook de mensen die vanaf het begin eigenlijk een bepaalde weerstand hebben gehad tegen dit gebouw? Want die zijn er natuurlijk zoveel, hè? Ja, het hangt wel een beetje vanaf hoe diep de kuil is waar je zelf hebt ingegraven, denk ik. Maar in principe, we hebben ook al gemerkt, hè, mensen die hier ook binnenkwamen, die bij een testdag waren. Of ook wel politici die altijd tegen hebben gestemd. Die hier binnen waren en dan wel een beetje zeiden van ja, ik ben wel een beetje vergeten waarom ik ook alweer tegen was. Ja. Weet je? En dat zal niet iedereen overkomen. Hè? Dat, maar je ziet wel een beetje, hier zie je een beetje wat het is. Hè? En aan de buitenkant is het gewoon een stapel stenen. En dan vind je dat mooi of lelijk en groot of wat dan ook. En hier binnen zie je eigenlijk ja, waarom het misschien toch wel een heel goed idee is dat voor. Ja, op de uitnodigingskaart staat ook expliciet van na 7 jaar is die bouw begonnen, heeft 7 jaar geduurd. Maar wat ik ook heel mooi vond. Was 17 jaar was het eerste idee. Weet je nog van wie het eerste idee kwam? Nou, ik denk dat als we opengaan dat heel veel mensen bellen van wie het eerste idee was. Ja. Dus dat wordt toch even zoeken. Ja. Maar kijk, het leuke van het Forum is natuurlijk wel dat het voor een zo'n groot project natuurlijk een heel democratisch proces is geweest. Hè. Daar kun je nog op heel veel op afdingen dat het nog democratischer had gekund. En dat klopt misschien ook wel weer, maar het is wel een gebouw waar mensen over hebben kunnen stemmen. Er zijn 50 mensen betrokken bij het ontwikkelen van het idee aan de voorkant. Dus ik denk wel dat je... het is nu uiteindelijk ook weer iets anders geworden dan wat toen allemaal bedacht is. Hè? Want het is natuurlijk altijd fluïde, zoals dat mooi heet. En over 10 jaar zal het Forum ook een andere vorm hebben dan nu. Dat is ook de bedoeling. Het moet continu ontwikkelen naar de vraag in de markt en naar wat je wil laten zien aan het publiek. Wij krijgen zomaar een korte rondleiding van jou. Heel kort, hè? Ja, heel kort. Ik bedoel, als je een rondleiding geeft door het hele gebouw, dan wordt het een uitzending van 1,5-2 uur. En dat is niet de bedoeling. Maar voordat we aan de wandel gaan, wil ik nog van jou het gevoel als directeur zijnde... Dat het dan eindelijk zover is, weet je wel? Dat je zeg maar, dat die officiële opening er is en dat je dan zegt van nu kan ik eindelijk aan de slag. En nu is het zover. Nou ja, dat is de grap, maar daar hebben we het ook met alle medewerkers van het Forum over. Op een gegeven moment werk je met z'n allen toe naar die opening, alsof het dan klaar is. Hè? Maar gek genoeg is dat op het moment dat we open gaan, dan komen al die mensen hier naartoe en die hebben zoiets van oké, het gaat beginnen. Dus dat is ook wel een beetje mindset. Ja, maar dat is toch iets anders. Ja, nee, maar het is wel je mindset. Dus je moet niet helemaal gesloopt zijn bij de opening, want dan begint het pas. Dus we moeten ook met z'n allen snappen dat dan voor heel veel mensen het begint. En dat wij dan het idee hebben dat we bijna klaar zijn. Maar dat is niet zo. Hey, bijna 5 over 3 en daar 20 van 9. Daar gaan we iets aan doen nog. Dus, hè? Ja, dat is zomer- en wintertijd, denk ik. Verschillende wijken van de stad. Ja. Hey, we gaan aan de wandel. Ja. Van de 8e, waar gaan we naartoe? Nou, we hebben 10 verdiepingen, maar ik wou even een paar hoogtepunten jou laten zien. En de rest moeten mensen vooral zelf komen kijken. Ja, natuurlijk, yes? natuurlijk. Maar hier hebben we dus heel veel non-fictie collectie bij elkaar gezet. Ja, die bibliotheek heb je verspreid. Ja, zit door het hele gebouw. Dit is een heel groot deel van de non-fictie collectie. En een fantastische bank, denk ik. Stopcontactjes, dus hier kun je gewoon wifi lurken. En met uitzicht over de stad je laptop openklappen. Ja, maar dat is natuurlijk ook super nieuws. Je mag het tegen mij zeggen, je mag het tegen iedereen zeggen. Forum heeft overal wifi. We hebben wifi. En stopcontacten, heel veel. Okay. Minstens zo belangrijk. Ja, hey, Dirk, en roltrappen, hè? Kijk, dit is het filmplein. Wat ik even laten zien, want dit is eigenlijk wel een van mijn favoriete plekken in het gebouw. Ja. Heel gestileerd, maar ook wel weer heel anders dan de rest. En hier moet je een beetje het jaren 50, 60 filmgevoel voelen, terwijl je toch in een spiksplinter nieuwe tempel staat. Maar hier gebeurt heel veel. We hebben die fantastische bar, gemaakt van een 35 mm film. Dat zie ik. Ja, het is Goodbye Lennon voor de kenners. Dus als je echt met je neus erop staat, dan zie je welke filmen met z'n allen verknipt hebben. Ja. Maar ook zitjes met virtual reality brillen die mensen gewoon kunnen testen. En ook daar die zitjes met geluidstoelen. In die wangen van die stoelen zitten speakers. Het podium. Ja, het podium is een plek waar mensen gewoon kunnen chillen, een kopje koffie kunnen drinken, een laptopje openklappen, samen kunnen werken. Nou, hier zie je een beetje wat ik denk even de krachten is van dit gebouw. Dat je
eigenlijk hier helemaal vergeet de rest van hoe de rest van het gebouw eruit ziet. Het is een andere interieurarchitectuur. Het is een hele andere sfeer. Het is heel erg aanraakbaar. Hè. Zachte bekleding op de wanden. Roze vloerbedekking, comfortabele zitjes. Ja, fantastische verlichting, denk ik. Spiegels, ja, hier ben je echt in de filmwereld. Hè. Ja. Dus in de wereld van nu, maar toch wel met een hele fijne smaak. Maar wat ik zelf leuk vind, we hebben uiteindelijk 4 interieurarchitecten, echt toparchitecten aan het werk gehad in dit gebouw. Die allemaal hun eigen wereld hebben gecreëerd, maar wel allemaal in samenhang met elkaar. Ja. En eigenlijk krijg je daardoor, als je met de roltrappen door het gebouw gaat vooral, dan zie je dat je van de ene wereld in de andere wereld rolt. En die roltrappen zijn steeds de verbinding. Maar daardoor is er altijd wel een plek waar je denkt, oh, dat is mijn plek, daar voel ik me veilig en daar voel ik me lekker. En dat vind ik een goede plek om een biertje te drinken of ik zit daar even een boek te lezen. Heel veel sfeer in heel veel verschillende stijlen. De openingstijden van het Forum zijn van 9 uur 's morgens tot 12:30 's nachts. Ja, en 365 dagen per jaar. Ja. He, dus dat is, bijzonder. Nou ja, je krijgt dus wel heel veel voor je geld, zeg maar. Ja. Een hoop geld, maar je krijgt er ook veel voor. Precies. Ja. Zaaltje kijken? Ja. Piet, dit is je camera deluxe. Ja, dit is jouw favoriete zaal. Ja. Oh, Dirk. Vind je het wat of niet? Ja. Alleen ik vraag me dan altijd af voor wie is die stoel. Ja, dat is voor mensen zonder vrienden. Daar hebben we een speciale stoel voor. Ja, precies. Ja. Heb je ook, hè? De man alleen. De man alleen, die heeft een eigen stoel dicht bij de bar. Ja. Dus maar dit is wel echt mijn favoriete stoel. Grote Italiaanse leren voor thuis. Maar wat wij wilden is weer gewoon echt dat ouderwetse filmavondje terugbrengen, weet je wel. Ja. Nee, dat is mooi, toch? Ik neem je even mee naar de fictiecollectie. Ja, ik kom hier moeilijk weg, maar ik ga mee. Een snelle hap beneden, zeg maar echt even lekker tafelen, dat doe je boven. Maar dat is ook het mooiste, zit je gewoon lekker het uitzicht over de stad. Daar hebben we alle oude kranten van Groningen erin gezitten. En hele moderne filmpjes, maar ook beeld van het Groningen Archief. Waardoor je dus gewoon, terwijl je met je kopje koffie zit, gewoon een beetje kunt grasduinen door het verleden van Groningen. En, en dat eindigt met robots van nu. Dus dit is het laatste wat ik je laat zien althans. Anders kan het niet, het moet 10 minuten, hè? Ja, dat kan natuurlijk niet, hè? Mensen zeggen altijd, de bibliotheken lenen mensen nog boeken. Nou ja, wij lenen meer dan 1,3 miljoen boeken uit per jaar. Dus je kunt niet, dat waren er ooit 1,8, hè? Dus het is wel minder dan vroeger. Maar het is nog steeds heel veel. En gemiddeld zo'n 700.000 bezoekers per jaar door de bibliotheek. Dus dat is ook voor het Forum. Blijft dat gewoon een enorm grote kluif mensen. Kijk, mensen vragen altijd, waar is de bibliotheek? Maar die bibliotheek is natuurlijk door het hele gebouw verweven. Ja, dat vind ik wel bijzonder. Maar we hebben wel alle romans bij elkaar. Kijk, romans zijn veel uitgeleende boeken. En we willen niet dat mensen zo'n hele speurtocht door het gebouw krijgen. Romans vind je hier. Maar ook hier weer heel gericht op niet alleen boekje pakken, zo snel mogelijk naar huis. Maar ga lekker zitten, ga schaken. Ja. Dit is iemand die tegen 2 mensen gaat schaken. Ja, ik zie het. Dat zijn de echt goeie. Ja. En, maar ook allemaal kleine huiskamertjes. Schermpjes waarop de nieuwste boeken die we binnen hebben gekregen worden gepubliceerd. En alle spannende boeken hebben we achterin, maar daar zijn ze nu nog aan het schilderen en plakken en knippen. Maar er staat ook een pooltafeltje, dus je kunt nog een biljartje leggen. Ja. En alles gericht op gewoon blijf hier, kom gewoon gezellig zitten, doe het alsof je thuis bent. En studieplekken aan de raamkant. Dus die mensen die kunnen daar weer inpluggen en hun studie doen. En, nou ja. Met alle respect voor de oude bibliotheek, maar qua locatie en qua uitzicht lijkt me dit toch niet minder, hè? Dit is wel iets beter, hè? Lijkt mij ook, ja. Toen ik hierheen fietste, toen dacht ik bij mezelf, eigenlijk is het een hele bijzondere carrière geweest, hè, van jou. Je hebt gestudeerd, hè, je hebt al gedaan. Gestudeerd en toch hier terechtgekomen. Dan maak ik het in Groningen. En dan directeur van het Forum, van Oog, via marketing naar er zat nog ICT tussen zelfs. Dus ja, er zat ook nog tussen, ja. Dus als je dat zelf op terugkijkt en je staat nu hier als directeur van het prachtige Forum. Ik wil gewoon heel leuk werk doen. Dat is altijd dat is eigenlijk de basis. Hè? Dus als er iets voorbij komt wat niet leuk is, dan doe ik het niet. En als er iets voorbij komt wat wel leuk is, dan ben ik wel geïnteresseerd. Zeg maar. Dus voor mij is het niet, ik zit geen carrièrepad in. Dus ik vind de ene baan en die zijn ook niet zwaarder of anders dan de andere baan. Ik vind gewoon, ik moet wel eerlijk zeggen dat toen ik hiermee begon, waarschuwden mensen mij nog. Ze zeiden zo, oh jongen, dat Forum. He, dat is jammer dat je dat doet, want dat wordt natuurlijk gewoon, dat is allemaal niks en dat is allemaal gedoe. En ik ben wel, toen ik begon was ik zelf ook wel een beetje, ik denk, nou, doe het eerst eens tijdelijk he, voor een jaartje. Maar ik ben nu wel, dit is wel een grandioze baan, Piet. Ik loop hier wel als een blije eikel rond, zoals ze dat dan zeggen. Die superlatieven die zijn natuurlijk allemaal wel heel mooi, maar nu is de opening is heel, heel dichtbij. En nu moet het dus gaan gebeuren. Hè? Het is natuurlijk koffiedik kijken, maar hoe zie jij het Forum over 5 jaar?
Ja, dat is inderdaad wel kort. Kijk, het is gewoon een avontuur, hè, zo'n forum. Dus ook voor de gemeente, ook voor ons als organisatie, gaat een heel groot avontuur met z'n allen aan. En we hebben heel veel beslissingen genomen om te maken wat het is geworden. En dat zullen goede beslissingen zijn en ook slechte beslissingen. Zo ver moet je gewoon zijn. En wat ons rest is gewoon heel alert zijn op hoe mensen het gebouw gaan gebruiken. En ja, als we dat goed doen, dan hoop ik van harte dat de Groningen bevolking het gebouw in zijn hart sluit. Maar ook dat mensen van buiten naar de stad komen om het te zien en onze exposities te bezoeken. En dat die content die wij in gedachten hebben en de inhoud, dat die aanslaat bij het publiek. Ja. Dus ja, als je vraagt hoe was hij over 5 jaar, dan hoop ik dat het aanslaat. Dat mensen zeggen, ja, dat hele forum, dat is natuurlijk niet meer weg te denken uit de stad. Je hebt twee keer hoop ooit gezegd. Zo kritisch zijn? Je hebt twee keer hoop gezegd. Hoop is onverwoestbaar, ik weet het. Maar durf je het ook te zeggen met ik weet? Nou, je weet het niet, dus dat ga ik niet zeggen. Maar kijk, nee. Wij hebben over heel veel dingen nagedacht. En we hebben over heel veel dingen gediscussieerd. We hebben heel veel dingen bekeken. Dus wij denken dat we goede beslissingen hebben genomen. Dat staat buiten kijf. Maar hoe het echt gaat ontwikkelen, dat hangt van heel veel dingen af. En ja, dus ik kan niet anders uitspreken dat ik hoop dat mensen het net zo leuk vinden als ik het vind. Ja. Dat is, wij doen ons stinkende best om daarvoor te zorgen. Maar mensen moeten natuurlijk hun eigen mening gaan vormen. En ja, ik kan niet mensen verplichten van ons te gaan houden of van wat wij hier doen te gaan houden. Dat zal toch echt bij de mensen zelf liggen. En dat mag ook. Bedankt Dirk. Wij danken de directeur voor deze toch wel fraaie rondgang. Heb ik tot slot nog een verrassende mededeling voor jou. Jij hebt hier staat helemaal natuurlijk gelopen als een van de 600. Maar, ja, dat was niet heel exclusief. Dat was niet echt heel exclusief, maar ik denk, of ik weet eigenlijk wel zeker, dat jij de enige bent die Forum helemaal heeft gelopen. Ja, dat hopen we dan ook natuurlijk. Ja, ja, is het belangrijk voor jou? Nou, nee, dat is. Nee, ik hoop wel. Kijk, laat ik zeggen, bij dit soort grote projecten, dan sneuvelen altijd long the way sneuvelen de mensen. Dat hebben we natuurlijk hier ook gehad. Dat is ook een beetje inherent aan groot en veel belangen en veel mensen die er wat mee moeten. Ja. Maar laten we hopen dat in ieder geval het fenomeen Forum helemaal, dat dan gewoon een unicum is, toch? Dirk, dankjewel. Graag gedaan, Piet. Jij moet kiezen. Goeie reis terug. Jij moet kiezen. Oh. Jij kiest uit. Hier heb ik niet over nagedacht, Jacob. Het is voor jou ook een lastige keuze, begrijp ik. Het is voor mij een hele lastige keuze. Ik ga voor 8 hoog of 4 hoog. Nou, 4. 4 hoog. Ja, die kant op. Dankjewel. Ja, was leuk om dit te doen, jongens. Forum helemaal. Met de enige echte Dirk Nijdam.